thuis. Hé hey, jongens, ik ben weer terug! Schrok ook van mezelf eigenlijk. Fuck man. Zal ik dit gewoon als intro houden? Dit was wel goed op zich. Maar we hebben toch een intro? Ja, weet je, hou hem erin. Fuck it. Dit is aflevering 2, mensen. Oeh. Tim heeft hier al een hele farm gemaakt, joh. Dit is echt niet te stoppen, die man. Je laat hem heel even alleen en dan... Nou, even een moestuintje creëren. Allemaal dingen bouwen en zo. Trouwens, mensen, ik heb dus een nieuwe microfoon. Alleen, ik vind hem zelf een beetje meh. Dus zet even in de comments wat jullie beter vinden, want ik ben echt in paniek. Dat jullie allemaal als ik eerlijk ben. Oké, joh, dat gaan we doen, want... Ja. Gaan jullie op reis of zo? Of ga even mijnen? Oh, we moeten weer weg, we worden gelijk weer weggestuurd. Ja, vervelend joh. Jongens, ga nou iets ja, doen. Ja, we gaan al. Zal ik even. Ik heb geen pickaxe. Jullie zullen gewoon gaan minen of zo? Ja, maar ik heb geen pickaxe meer. Ja. Oh ja, jij bent al iets. Heel erg zekerig vandaag. Zeker. Zullen we wat hout meenemen? Dan kunnen we gewoon in de mine zelf. Ja, dat is een goed idee. Kijk, hier is een mooie tunnel al. Ik ben even. Koe aan het slachten. Je bent echt heel raar bezig, Jury. Is dat ook jullie medicijn, of niet? Ja, de koe. Rick, kom mee. Kom mee. Ik kom. Ja, ik kom. Zo. Gaan we springen? Gaan we springen. Jury! Die doet het. Jury, nee! Wat ging er mis? Wat ging er zo snel mis? Ben je nou weer in de grot, of niet? Ja, ik zit nog in die grot. Ik ben niet dood gegaan. Pas op. Ja, ik ben een beetje bang om eigenlijk te zien. Oh, hij is dood. Oh. Nee, Jury. Nee, ik probeer het tegen te houden en toen voel je het op mij. Waarom kan je dit nou niet? Serieus, wat? Ik bouwde een muurtje zodat het niet meer naar beneden zou vloeien. Ik dacht, dat was slim. Maar toen begint het op mij. Jury, wat zou je als toevoeging willen aan het huis? Ik wil bouwen, alleen ik weet niet wat. Grote standbeeld van Loki. Groot standbeeld van Loki. Moet ik eigenlijk wel, ja. Moeten jullie even wat goede spulletjes voor me zien te regelen, dan bouw ik wel een groot standbeeld. Oh, wat? Ik denk dat het, misschien moeten we echt gewoon eerst... Gewoon echt een doel hebben zoals dat we naar de Nether toe gaan of zo. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk weer een beetje wat te vertellen. Geef toch. Ik zeg wel gewoon niks meer even. Oh mijn god. Joch, ben je nou? Dat is fout. Waarom ben je nou zo'n joch? Wel, ik stond in de fik en ik ging niet meer over. Miauw! Ik heb geen pickaxe trouwens nog steeds niet. Dat klonk echt heel realistisch. Miauw! Dat klonk ik gewoon als Jury die raar deed eigenlijk hoor, ik weet niet Tim. Ogen even goed laten voelen Peter, dan ga jij gelijk weer een droom verpesten. Ja, sorry, maar ik wilde gewoon eerlijk over zijn. Miauw! Je moet toch toegeven Peter, dat klonk heel realistisch. Ik kom je naar boven niet verdrinken. Niet verdrinken. Wat moet ik niet doen, Peter? Verdrinken, Peter? Jury. Volgens mij ga je het... Oh god, zit je daar nou nog steeds? Oké. Peter, waar zijn we nou? Ja, ik weet het allemaal niet meer. We zijn bij een onbemand eiland. Laten we hier op reis gaan, Jury. Is goed. Nou. Nou. Jongens, wat hebben jullie gedaan in... Dat half uurtje dat we niet hebben gespeeld. Ik heb een boterham met kaas gegeten. Wacht, heb je legit alleen een boterham met kaas? Ja, hoe heet het? Mijn pa die wilde zeg maar nog niet eten. Dus toen was het zo van, nou dan eet ik even een broodje kaas en dan ga ik verder. Hey, maar je bent had toch lactose, hè? Wat? Ja, je hebt toch glutenziekte? Gaat die lactose. Glutenvrij broodje kaas. Gaat die brood lopen? Helemaal gek. Helemaal gek die man. Niet meer tegen te houden ook. Fuck you. Jongens, ik maak me echt zorgen over mijn microfoon. Ik weet het niet man. Misschien komt het gewoon omdat ik boos ben. Wat heb ik nou over? Ja, ik word echt onzeker van mijn microfoon. Er is gewoon niks mis mee, het is gewoon een goede microfoon. Weet je wat? Wat nou als ik... Jury niet meer in het water duwen. Nee. Ik zie het wel. Wacht.
heb plannen, jongens. Wie nou dan nog beter? Is dit wel beter, jongens? Oh my god. Jongens? Klonk dat beter, of niet? Nee, absoluut niet. Oh. Het klonk echt niet beter. Wauw. Af en toe heb ik het gevoel alsof ik echt gewoon in een eend loop te praten ofzo. Het voelt gewoon niet goed. Jori, ik zie daar wat. Ik zie ook wat, Petro. Ga maar heen, Jori. Ja, is goed. Wat de fuck is dat doen? Podcast. We mogen niet grieven op deze server toch, Tim? Tim, ja. We mogen toch niet grieven? Of wel? Dat weet ik niet, hoor. Wij zitten letterlijk bij de regels, maar ik zie hier toch wel een mooi farmpje en ik neem het mooi mee. Nou, dan doe je dat. Weet je? Ik heb wortels. Ik heb wow, fucking veel redstone. What the hell? Neem het allemaal mee. De skrale mannen zijn we. Oh, is dat ook een boot? Jongen! Ja, maar als het niet gebruikt wordt, dan ja. Ja. Zo niet helpen, weet je wel. Wat hebben jullie allemaal gevonden? We hebben een redstone. Ik heb beter ons gedeelte gevonden van het huis. Oh mijn god, we gaan erheen. Je wordt een horror aflevering, jongens. Sekte? Ja, zo is het. Toe, hoe is het nou afgelopen met jouw sekte? Ik heb er echt gewoon niks meer van gehoord. Ik zag laatst toch dat ik een mailtje van ze had ontvangen, maar ik durfde niet te kijken. Maar je was er toch nog een keer heen geweest ofzo? Ja, uiteindelijk. Ja, ik was er nog één keer heen geweest. Ik weet niet of ik dat heb verteld, maar dat was... Basically was dat gewoon de afsluiting en zo. En dan moest je nog even vertellen en zo van of je dit ging gebruiken. En bij mij was het echt zo, nee. Nee. Oh. Nee. Jure, ik neem dit ook allemaal mee. Sorry. Ja, dat snap ik. Jongens, het is nu wel nacht. Ja, maar waar zitten jullie? Het is hier wel vrolijk. Ik weet niet, we zijn echt op een ver eiland ergens. We staan hier boten, dus... Hoe komen jullie daar? Jullie zouden gaan mijnen. We waren in de grond. In de grond was het een gat. En toen gingen we in het gat. Toen waren we onder water. En toen zwemmen we boven water. En toen waren we ineens weer een eiland. Echt gebeurd. Jori, er zijn veel zombies en creepers. Petro! Ga de boot in. Ga de boot. Fucking hell. Maar Tim, is dat hier een obsidian portal? Nee! Nee! Oh, dan kunnen we daar straks aan naartoe. Ja, precies. Goed, Jori, wat is dit dan? Dat gaat fucking snel trouwens. Ja, ik weet het. Het gaat echt intens met die roeien. Ja, dat hoef ik allemaal niet. Oh, een chest! Ja? Ja? Wow, er zit fucking veel in. Wat zit erin? Heel veel sandstone, lapis lazuli. Ja, allemaal nutteloze dingen eigenlijk, maar ik neem het wel allemaal mee. Ja, ik snap het. Neem jij de rest mee? Wat moet ik meenemen? Nee. De rest in die chest, want mijn ding... Stap ik ook er weer uit! Je moet op shift klikken. Oké, dank je. Gaan we even terug naar Timmy en dan weer op reis met de boot, of niet? De boot. Ik voel me nu echt een soort piraat ofzo. Hoe gaan we Tim ook terugvinden, man? Oh, hij is hier. Jullie hebben de... Huh? Heb je het gevonden? Ja, ik weet waar hij is. Ik heb een beetje richtingsgevoel. Ja, we waren letterlijk in een grot gegaan en toen kwamen we boven water. Weet je nou? Achter dat ding. Oh, oké. Okay. Ik was even in paniek weer. Waar ben jij? Ik was hier. Jorin! Kom je! Ik kom! Ik ga nu gewoon full op richting of op mijn pure instinct. Ja, ik ga me aan. Precies. Maar dan gaan we de volgende keer terug. Jori, ik vertrouw dit niet. We zijn al zo lang aan het varen. Nee, dit is hier een land. Jullie zijn sowieso de verkeerde kant op gegaan. Sowieso. Ja, ik het ook. What the fuck is dit dan? Tim toch? Is Tim? Ik denk dat we aan de andere kant van de woestijn zijn. Ja. Oh, ik zag suikerriet! Jori! Ik hoef het al niet meer. Volgens mij. Oh, daar is het. Oh, serieus? Hebben jullie het? Ja, we hebben het gevonden. Wat? Fuck? No way. We waren ook midden in de open zee, shit man. Hey Tim. Oh, Tim is een uitbreiding aan het maken. Peter, what the fuck man. Ik dacht ook echt dat we aan de andere kant van de... Ja, dat dacht ik ook. Wat? Man. Ik vul de chest even met onze vindingen. Ja, ik ook. Ik kan ook even vullen. Vullen.